Verhitte medewerkers van Huize Asiana hebben vandaag na een vergadering met de bond het werk neergelegd. De afgelopen 2 dagen was het personeel in beraad. De bond van Asiana onder leiding van Ronald Hooghart had eerder overeenstemming bereikt met de minister van Sociale Zaken dat alle personeelsleden een eenmalige toelage van 8000 Surinaamse dollar zouden ontvangen. Het blijkt echter dat een aantal personeelsleden slechts een deel van het bedrag heeft ontvangen, terwijl er medewerkers zijn die helemaal niks hebben gehad. Volgens Hooghart is het geld reeds beschikbaar, maar gingen zaken mis bij de uitbetaling door tussenkomst van derden. Hoeft dat niet de subsidie betaald? Maar daarna heeft Sociale Zaken dat geld op instagnatie van mensen hier verdeeld zoals ze dat willen. En dat wist ik niet. Begrijp je? Dus nu klagen die mensen dat de ene 8000 heeft gehad, de andere 4000, de andere 6 en de andere helemaal niet. En dat geld, daarom vragen ze, zeggen ze Pamoni de, omdat de Nokisa money. Ook heb ik afspraak gemaakt dat de vervoerstoelage of onkostenvergoeding van 32,50 naar 80 gulden zou gaan. Inderdaad hebben ze dan betaald, niet zoals we hebben afgesproken, die 8000 schulden. Mensen hebben het geld gehad, maar men heeft die 80 gulden niet doorgevoerd. Eugène Daniel, secretaris van de bond, zegt dat het de schuld van de directie is dat medewerkers deels of niet zijn uitbetaald. Maar de directie kwam steeds met argumenten. Mensen waren met ziekteverlof, mensen hebben niet al zodanige dienst verricht en zo. Maar dat was niet de bedoeling van de CLO. Er moest gewoon die 8000 uitbetaald worden aan een ieder die hier te werk gesteld is. Of die hier werkzaam is. En dat is niet gebeurd. Ongeacht welke functie? Ongeacht welke, vanaf tuinman en zo. Ja toch? En daarna hebben we in 2017 al die functies beschreven om een goede waardering voor de mensen te hebben. En het moet alleen maar geïmplementeerd worden. En dat is steeds niet gedaan. Eugène Daniel, secretaris van de Bond van Werknemers bij Asiana. Hij benadrukt dat de personeelsleden het geld nodig hebben.